Ik ben Margit Loekijts, ik ben beeldend kunstenaar. En ik ben Per Samboers, ik ben ook beeldend kunstenaar. Het is een nieuw werk wat we maken voor het Stedelijk Museum. Het komt ook op een bijzondere plaats, op de roltrap. Het heet Ruins in Reverse. En het is eigenlijk een opeenstapeling van toekomstvisioenen. Wat we hebben gedaan is dat we beelden uit science fiction films, die hebben we aan elkaar gekoppeld. En dan over de periode van de eerste science fiction film tot aan de laatste van 2014. Wat zijn de toekomstvisioenen geweest en wat zijn ze nu? En dus het, eigenlijk wordt het een tijdslijn van mogelijkheden in plaats van een tijdslijn van dingen die al gebeurd zijn. De beelden die we gebruiken zijn alleen maar achtergronden. En eigenlijk wat je daarmee ziet is dat we alleen maar de decors, de sets eigenlijk daarvan gebruiken. En op die manier is het een stapeling van mogelijke narratieven die je in kan doen. Want er zijn dus geen protagonisten, er zijn geen acteurs die je verhaal leiden. Wij zijn vooral eigenlijk in geïnteresseerd in de manieren hoe science fiction zich opent tot een nieuwe wereld. Het gaat ons niet zozeer om de technologische veranderingen of het genre science fiction, maar het gaat veel meer in mogelijkheden voor de toekomst en een soort van open werelden die daar kunnen bestaan.